Zuidal, goedenavond. Ja, precies. Nou ja, Labiat gaat naar Ajax, daar hebben we het over inderdaad. Dat levert jullie in ieder geval mooi wat geld op. Ben je blij dat het nu allemaal rond is? Afgerond is? Nou ja, het is fijn dat er duidelijkheid nu is. Hè. We hadden eigenlijk als insteek, we waren al langer met elkaar in gesprek om het over de play-offs heen te tillen. Alleen op een gegeven moment speelde er zoveel dat het denk ik nu fijn is dat er duidelijkheid is. Je had het wel liever nog even uitgesteld. Nee, we zijn heel tevreden uiteindelijk met de deal die er nu is gekomen. Dus, Al vanwege het bedrag? Nou ja, goed. Kijk, anders sluit je geen deal als je niet tevreden bent over het bedrag natuurlijk. Dat is 5,5 miljoen en dat kan nog oplopen? Nou, dat is niet netjes om daarop te reageren. Wij hebben ook het beleid bij FC Utrecht dat we niet op bedragen reageren. Dus dat doe ik bij deze ook niet. Het gaat allemaal deze dagen al wel heel hard, hè, met allerlei transfers. Terwijl, nou ja, voorgaande jaren was het pas eind van de zomer of zo dat het een beetje begon te lopen. Wat is dat? Ja, je hebt denk ik fases. Hè. Meestal zie je dat je van bovenaf aan, hè, als er een aantal grote deals vallen, dat dat zo langzaam doorcijpelt in de markt. Nu zie je inderdaad dat de ploegen sneller bij zijn. Dat heeft denk ik ook ermee te maken dat ze weer als voorbereiding op het nieuwe seizoen de ploegen weer sneller bij elkaar willen hebben. Maar goed, dat is altijd ook onze insteek. Ja, want je moet ook aan de bak dan natuurlijk, want je raakt Labiat kwijt. Nou ja, Ayoub was natuurlijk al bekend dat hij weggaat. Klieg gaat weer terug naar zijn eigen club. Van Overeem is in ieder geval alvast één die je binnen hebt. Ja, inderdaad. Met name in het middenveld hebben wij natuurlijk een aantal spelers die ons gaan verlaten. Labiat die natuurlijk op het middenveld kan spelen. Yassine Ayoub die ons verlaat. Maar natuurlijk ook Matthijs Klieg. Daar hebben we op geanticipeerd met Joris van Overeem. En daar zijn we denk ik heel blij mee. Want dat zien we echt als een directe versterking. Er was ooit trouwens volgens mij sprake van dat Troepé ook nog in die deal betrokken zou worden. Is dat zo? Gebeurt dat nog? Of? Nou, dat heeft vooral de media erbij gehaald. Maar wij zijn alleen echt bezig geweest met AZ met de deal Joris van Overeem. Nu hoor ik ook een naam in de media. Gustafsson. Als, ja, ook middenvelder. Nou ja, dat is in ieder geval een hele interessante speler. Die past prima in het plaatje van FC Utrecht. Dus dat, daarin hebben we interesse. Ja, die wil je gewoon hebben? Feyenoord is op de hoogte van onze interesse. Je hebt al een bod gedaan? Nou ja, daar, nogmaals, hè, we gaan op inhoud van transferzaken. Dat vind ik hier niet netjes om daarop in te gaan. Wij hebben serieuze interesse. Er is wel concreet werk al van gemaakt. Dat is bekend bij Feyenoord. En we gaan naar de komende periode gaan we kijken naar de mogelijkheden. Hoe groot acht je de kans dat het lukt? Ik hoop het. En we gaan ervoor. Op het moment dat ik aangeef dat wij serieus voor een speler gaan. Dan hebben we daar nadrukkelijk naar gekeken. En zijn we overtuigd van de speler. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. En dat is een speler die we er heel graag bij hebben.